zijn hier vandaag te gast in een tuinhuis. Een tuinhuis dat is opgebouwd uit echte materialen. Echt hout, echt natuursteen, echt staal met hout in de kachel. Dus je hebt gezelligheid met echte materialen. Dit tuinhuis heeft toch een paar bijzondere elementen. Eentje ervan is, dat is een verrassing hier beneden. Dat is een wellness. Een wellnesswereld die echt in contrast staat met het hele landelijke hierboven. En eigenlijk de verrassing, het is een compleet andere omgeving met toch dezelfde kleurschakeringen. Wat je hier gelijk ziet, is dat je tegen een Turks stoombad aanloopt. Aan je linkerzijde zie je dan de Finse sauna. We hebben een infrarood sauna. De koude straat loopt er achterlangs, daaraan gekoppeld het voetenbad. Je ziet in de verte zie je de bar. En om de hoek zijn we nog niet eens geweest. Een bijzonderheid in deze sauna is ook dat we alles met LED gedaan hebben. De hele sauna is voorzien van domotica. Het wordt middels een paar grote schermen wordt het volledig aangestuurd. En met de verlichting bepalen we de hele sfeer in de sauna. Dat is voor een relaxe sfeer, voor meer feestelijk, iedere setting die je maar wil creëren. Alles is mogelijk in deze sauna. Ik ben nu in de infrarood sauna. Infrarood sauna is altijd een gesloten, dichte sauna met infraroodlampen. Om eigenlijk contact te houden met de sauna hebben we op ooghoogte, als je zit, hebben we de haard gesitueerd en heb je dus volledig zicht op de sauna en heb je ook contact met de andere gasten. Zoals in iedere sauna dient de inwendige mensen ook bediend te worden. Daarvoor hebben we een mooie bar aangelegd hier. Daarnaast hebben we hier nog de verblijfsruimtes in de vorm van slaapkamers voor kinderen en gasten. En dan gaan we nu door naar de relaxruimte waar je kunt verpozen. Wat wel bijzonder is in deze ruimte is namelijk deze muur. We hebben namelijk een Boeddha gefotografeerd. Die foto hebben wij op onze studio bewerkt. Dat is vervolgens naar Italië gegaan en daar is het omgezet naar mozaïek. We zijn weer boven in het tuinhuis. Een landelijke omgeving. Beneden de sauna. Compleet anders, maar heel sfeervol. Wat je hier dan ook terugziet, is bijvoorbeeld de Boeddha die hier uitkijkt over de keukentafel. We hebben hier met z'n allen ongeveer een dik jaar aan gewerkt. Vanaf de eerste schets tot en met de laatste baksteen. Fantastisch mooi project. Met heel veel speciale dingen, heel veel mogelijkheden en uitdagingen.